Alweer is het einde oefening voor een voetbalclub in de regio. Was het kort na de zomer nog het Rijswijkse Haaglandia dat op moest doeken? Nu is het de beurt aan HSV Eskamp. De Haagse club mag geen gebruik meer maken van de voetbalvelden waarop wordt gespeeld, omdat ze een huurschuld heeft bij de gemeente. En verslaggever Marielle Bakker staat bij het voormalig voetbalcomplex van HSV Eskamp. Marielle, hoe komt het dat de club moet stoppen? Ja, de club heeft een schuld van zo'n kleine 17.000 euro. Het aantal leden nam af, dus de contributie, de inkomsten eruit nam af. Ook de inkomsten uit de kantine werden minder. Ja, en de wethouder is het gewoon beu om nog langer op zijn geld te wachten. Dus hij doet de deur daarom dicht. Nou ja, het is gewoon niet goed gegaan onderling tussen hun. Kijk, ik kan niet voor alle 258 clubs die we hebben in deze stad allerlei velden realiseren. Dat gaat niet. Zo groot is Den Haag ook niet. Geldt dus ook voor de voetbalverenigingen. Je zult gewoon terreinen met elkaar moeten willen delen. Je zult met elkaar moeten willen samenwerken. Nou ja, goed. En als de wil bij de ene er niet is, ja, dan wordt het ontzettend moeilijk om ijzers met handen te breken. Ja, Marielle, hoe reageert de club hierop? Ja, Eskamp vindt toch dat de gemeente schuld heeft aan de situatie waar ze nu in zitten. De gemeente heeft besloten dat ESDO ook gebruik moest maken van dit clubhuis en van deze voetbalvelden hier om mij heen. En vanaf dat moment is het nog slechter gegaan met de club, vindt de advocaat. Beide clubs hebben aan de gemeente gerapporteerd: jongens, dit gaat hem niet worden. We hebben te verschillende culturele achtergronden. Desalniettemin, had de gemeente dit allemaal zien te komen. Dus ja, of het nou schuld is, ik denk dat het wel een hele grote stuwende factor is geweest dat de gemeente Eskamp in deze positie heeft gemanoeuvreerd. Ja, maar als we teruggaan in de tijd, hè, dan HSV Eskamp had toch een stevige basis. Ja, Eskamp is een fusie van drie gerenommeerde Haagse voetbalclubs die alle drie hoog speelden. Dat zijn Vios, Kromvliet en Lens geweest. In 2005 wordt dat HSV Eskamp die hier in dit grote complex een plek krijgt. In de loop van de tijd verandert en verkleurt de club. En daarmee verandert de cultuur van HSV Eskamp. Deze zomer moesten de voetbalclubs VCS en HSV Eskamp verplicht gaan samenwerken. In hun ogen worden ze gedwongen door de gemeente omdat ze minder leden krijgen en te klein worden voor het enorme complex wat ze huren. Ook hebben beide clubs betalingsachterstanden. Marielle, dan blijft nog over. Wat nu? Ja, volgens de advocaat is het nog helemaal niet afgelopen met de club. Het doek is nog niet gevallen, zegt hij. Ze gaan er alles aan doen om geld bij elkaar te krijgen en om de club toch te redden. Maar ja, als ze zich niet aan de afspraken houden en niet betalen, dan is het volgens de wethouder wel afgelopen. Vanuit onze kant alle medewerking om ze te helpen. Maar het is aan hun om tot de conclusie te komen of het doek gevallen is of niet gevallen is. Ja, we gaan het zien. Het zou jammer zijn als Den Haag weer afscheid moet nemen van een voetbalclub. Dankjewel, verslaggever Marielle Bakker bij HSV Eskamp.